We zijn hier bij Gilde Winterswijk, inschrijvingsochtend. En we gaan even een praatje houden met voorzitter Hans Zeldendijk over Gilde. Gilde Winterswijk, waar staat het voor? Wat is de doelstelling, Hans? Nou, de doelstelling is, dat is landelijk is dat ook bij andere gildes, dat oudere mensen, hè, die dus door de een of andere toestand uit het bedrijfsleven zijn gezet, pensioen of wat dan ook, die hebben kennis en die zijn nog niet onmiddellijk dement, dus die kunnen nog die kennis overdragen. En dan zijn er mensen die kennis willen hebben. En die mensen die kennis willen hebben, dat noemen we de vragers. En de aanbieders, dat zijn de mensen die kennis willen overdragen. Maar er is inmiddels wel iets veranderd. We hebben die grens van 50 plus, die hebben we een beetje losgelaten. En als we iemand kunnen krijgen die kennis heeft die wat jonger is, graag binnen het gilde. Want er zijn natuurlijk gezien de werkloosheid een hoop mensen die niet meer in het arbeidsproces zitten en hier dan hun kennis zouden kunnen overdragen. Ja, dat is inderdaad waar. Maar we geven ook cursussen in iPad en Android. En dat is natuurlijk wel aardig, maar er zijn oudere mensen die uit het bedrijfsleven komen, die zijn er niet mee opgegroeid. Dus ik heb een meisje over 23 jaar en die doet dat. En die doet dat geweldig. Hoe lang is Gilde Winterswijk eigenlijk al bezig? Een jaar of 25 heeft, hè? Hoe is dat eigenlijk met de bemensing van Gilde? Het wordt allemaal wat minder. Wij hebben nu rond de 50 vrijwilligers die allerhande dingen doen. Van computerlessen, taallessen. Maar ook zorgen dat tijdens de lessen de koffie klaar staat. En dan heb je nog een bestuur die zich alleen maar bezighoudt met het besturen. En zo rond de 50. Toen ik aantrad 10 jaar geleden, toen zaten we rond de 80. Het wordt allemaal maar wat minder. Ja, ik moet zeggen, een eeuw geleden was ik ook betrokken bij Gilde. Het cursuspakket, als ik het zo mag noemen, is ook aanzienlijk uitgebreid en veranderd. Ik heb hier een boekje van 2002 en daar staat zelfs in dat advies gegeven kon worden in voedselbereiding, tuin, dingen, modelbouw, handenarbeid, nou noem maar op. Alleen, dat zijn heel veel dingen die zijn verdwenen. Ja. Wij geven nu nog alleen Engels en Duits, omdat we geen Frans hebben. We wel mensen die dat graag willen volgen, maar we kunnen geen aanbieder vinden daarvoor. En dat is het probleem. Mensen komen... Frans is een uitstervende taal wat dat betreft. Tenminste in Nederland op onderwijsgebied. Ja, klopt. Het is vaak zo, wij krijgen dus vragen van mensen van, kunnen jullie ons daarmee helpen? Ons antwoord is altijd ja, tenzij, maar... Meestal is het heel erg moeilijk om iemand te vinden die dan die persoon verder kan helpen. Ja. Er is de laatste tijd ook veel gebeurd op het gebied van automatisering. Hans zei het er net al. Ja. Heb je daar wel voldoende mensen voor om onderwijs te geven? Wij zitten ook met het probleem. Mensen die wat ouder zijn, die zijn opgegroeid met Windows XP. We hebben bijscholingscursussen gehouden voor die mensen voor Windows 7. Inmiddels zitten we weer op 8. We moeten wat verder. Het is ook een uitstervend iets, want de jeugd kan tegenwoordig allemaal met de computer. Ja. Zelfs met autorijden, 50 jaar geleden, dan had je in de autobranche leerlingen van 18 tot 60. En nu heb je alleen maar de jonge lui van 17, 18 die nog een rijbewijs halen. Want de rest heeft het al. Even terug naar Hans, hoe zie jij de toekomst in wijze? In de computerlessen, daar geven we alleen nog Windows 8 en Windows 7. En we zien een verschuiving optreden naar de iPad en de Android. Die cursussen zitten redelijk vol en daar zullen we toch moeten zien dat we daar eens een keer een extra docent voor krijgen. Okay. Maar de toekomst, ja, ik denk dat die computers toch steeds minder worden. Het is ook een ander publiek wat komt. Want wat je nu krijgt, dat zijn oudere mensen die door kinderen of kleinkinderen gedwongen worden om les te gaan nemen. Want ze zeggen, opa of oma, je moet internet bankieren en dan moet je zus en dan moet je zo. Ga het dan maar eens goed leren. Ja, de kleinkinderen kunnen niet meer met de grootouders communiceren. Nee. Nee, maar die zijn veel te snel. Ja. Dat is tak, 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 tak. Kijk, zo gaat dat. Ja. Nou, zo gaat dat dus niet. Even nog eventjes het cursusaanbod. Je zei het net al, er is een hoop veranderd sinds een jaar of 10 geleden. Ja. Afgezien van het computergebeuren, wat zijn er nog van interessante cursussen voor de mensen? Wij hebben koken voor mannen. Daar hebben we meestal 1 of 2 cursussen per jaar. We hebben hier een klein keukentje, daar kunnen we maximaal 3 mensen. We hebben een Oekraïense kookmevrouw.
Maar ze is hier getrouwd in Nederland met een Nederlander en dat gaat voortreffelijk. En zij maakt de bijzondere gerechten. Zij koopt de ingrediënten in. De mensen die betalen en ze eten het na het koken samen op en dat is heel gezellig. Wij hebben nog steeds een cursus aquarelleren en daar op een heel hoog pijl. We hebben een docent die bijzonder goed is. Hij is een oud-leraar van de school, tekenleraar. Hij heeft zelf bijzonder mooie dingen gemaakt. En die cursus die lopen en de mensen die blijven doorgaan. Na een jaar cursus blijven ze doorgaan in een andere samenstelling. En daar loopt die man ook nog steeds rond. Wij hebben vooral door de VVV, die is over de kop gegaan, zoals we weten, VVV Achterhoek. Dat is door de vrijwilligers is dat opnieuw opgesteld. Wij hebben een hele nauwe samenwerking gezocht met de VVV. En nu lopen het wandelen en het fietsen loopt nu voortreffelijk. We hebben ook digitale wandelingen. Wij hadden vaak verzoek van mensen die niet meer zo goed ter been zijn, die willen toch wat van Winterswijk zien. Nou, wij werken daar met een computer en een beamer. En we worden dan in een restaurant, gaan we die mensen ontvangen. En dan wordt er dus anderhalf uur wordt dus een rondleiding door Winterswijk gegeven. En dat loopt ook voortreffelijk. Ja. Op 5 september is er weer een inschrijvingsochtend. Ja, dat hebben we vorig jaar. Hans maakt er eventjes een beetje reclame voor. Ja, nee, dat hebben we vorig jaar hebben we dat besloten. Dat was het zo druk, dat konden we de mensen niet allemaal gelijk bedienen. Toen hebben we gezegd van, we maken 2 dagen. Dus 22 augustus en 5 september. En ja, wat er dan komt, weten we niet. Maar de gelegenheid is er en er is publiciteit over geweest. En nu krijgen we natuurlijk ook extra publiciteit dankzij jou. En nou, we hopen dat we weer eens wat meer mensen krijgen. En misschien de zaak moet uitbreiden. Mag ik jullie danken voor de informatie? Dat mag.